Oké, voor we gaan beginnen, zal ik even uitleggen wat er allemaal aan de hand is. Ik heb dus vorige week een nieuw projectauto gekocht. En ik wou een tijdje dus een echte projectauto om op te knappen en mee te doen met van die old school rallies en mee te doen met van die optochten voor het goede doel. Voor goede doelen bedoel ik, niet één goed doel, maar meerdere goede doelen. En hoe dat dan eigenlijk kwam, dat ik er een vond. Dus een vriend van mij wist wat voor een ik zocht. Ik zocht of een oude Volkswagen Kever, een Ford Capri of een Opel Kadett. Dan werd ik vorige week gebeld door mijn beste vriend, die op de sloop werkt. En die belt op en die zegt van, hey, we hebben een Opel Kadett. Dus ik vraag welk jaartal, want je hebt ook nieuwere, maar die vond ik niet zo. En hij is uit 71. Dus ik denk, what the fuck? Ik gelijk naar het werk daar naartoe. En kijk, ja, ik zag dat ding staan en dan geef van, neem ik gewoon mee, hou voor dat. Kost ook niet zoveel. Hier, ik zal hem even laten zien. Let me tell you something. A driver don't pick the car. Car pick the driver. It's a mystical bond between man and machine. It's a mystical bond between man and machine. I'm going to be sick. Kijk, zie je, het ziet er niet uit. Hij is ook echt goed verroest. Maar dat is allemaal te fixen. Hij gaat zaterdag naar iemand toe, die gaat hem voor me lassen. Want ik heb wel een lasapparaat zo, maar ik ben geen professionele lasser. Dus als je door de APK heen wil komen, moet het t-shirt wel goed gelast zijn. Dus dat wordt zaterdag gedaan. En dan had ik vorige week vrijdag had ik deuren opgehaald en een nieuw voorscherm voor linksvoor. Dat voorscherm dat zit er goed op. Toen was ik even bezig geweest met die deuren, want het is helemaal vastgeroest die andere deuren. Hè. Dus het is helemaal naar de tyfus. Dus om die deuren eruit te krijgen heb ik eerst een heel stuk van die deuren eraf moeten slijpen. Toen kon ik bij die pinnen komen, die pinnen heb ik eruit geramd. Dus één keer zat het helemaal vast. Maar is ook gelukt, wel lang bezig geweest. Dus ik kut die nieuwe deuren erin. En ik doe hem dicht. En je denkt, fuck. De bovenkant van die deur sluit helemaal niet goed aan op de rest van die auto. Nou had ik erin gekocht met chroom. Want ik dacht van, het staat mooi op een oldtimer toch, die deuren met chroom. Nou is dit van een ander model. Het is wel voor een Kadett, maar een andere vorm. What the hell? Dus ik was goed pist. Ik wou eigenlijk de hele deur de tering inslaan. Mijn ouders zeiden, we doen maar niet, misschien kan je ze nog verkopen. Dus die deuren gaan nu weer uit. Dan ben ik nu onderweg naar een klassieke Opel liefhebber. En die schijnt ook dingen te verkopen. Dus dat ga ik even kijken. Is in Purmerend. Die andere deur kwam helemaal uit Rotterdam. Dat ik na mijn werk gedaan, kwam om 12 uur thuis, samen met de buurjongen. En de teringavond was dat zeg. Dat was een tyfusend ook. Voor de verkeerde deuren. Want die ene deur die had ik dus gebracht naar die vriend van me. Die op de autosloop werkt, want het raammechanisme werkte niet. Ik kreeg die kabels en shit, kreeg ik helemaal niet aangesloten. Het zit helemaal in de knoop, het lukt hem ook niet. Dus naar zijn werk gebracht om het aan een van zijn collega's te vragen of we het konden doen. Maar ja, dat heb ik dus ook afgezegd gisteren. Die deur staat daar nog wel. Want het heeft toch geen nut om het raam te fixen als die deuren er niet in gaan. Dus die ga ik vanaf ophalen. Ja, weet je, oké, ik zeg het verkeerd. Die deur gaat er wel in, maar tijdelijk. Want als ik hem zaterdag ga wegbrengen, gaat hij door rood? Oh nee, dit is geen rood. Ik ging naar de verkeerde licht. Stomme lul! Ik moet hier trouwens naar rechts. Die vriend van me en die deur haal ik vanavond op. Dan gaan we naar mijn huis. Dan zetten we die deur erin. Zodat ik hem zaterdag gewoon in die lasten kan brengen. Want je mag niet rijden zonder deur. Toch zie ik het jeeps ook wel eens doen hoor. Gewoon rammen zonder deur. Mijn muziek is gestopt, godverdomme. Kijk, hier is het. Oké, dan ga ik even kijken waar de deur is. Ik zal het niet filmen, want misschien heeft iemand gezien in een camera vol in zijn bek.
dat was dus gaaf. Die man die heeft dus gewoon echt alles wat ik nodig heb. Ongelooflijk. Ik vroeg aan die meneer van of hij deuren had. Nou, hij had wel één deur nog. Hij zei van, je kan ook de lijst die eromheen zit, gewoon openzetten. Dus dan ga ik dat gewoon doen. En hij had ook gewoon nog een koppakking die ik nodig had. Gewoon nieuw in de verpakking. Mag ik ook? Thanks man. Wat een legend. Het was fucking groot daar binnen. Echt joh, rijen vol met uitlaten, voorschermen. Alleen maar links, rechts is moeilijk te krijgen, zegt hij. Dat is de enige die ik nodig heb nog. Rechts voor. Als ik ga over geld pinnen, ga ik weer terug. Want je kon daar niet pinnen. Dan heb ik een koppakking. Mijn hele set, hè. Wacht, een hele blok. Maar ook gewoon netjes, weet je. Je komt er binnen, één hele rij vol met uitlaten. Andere kant. Hele rij vol met pakkingen. Dan die kant op, deuren, motorkappen, alles man. Dus als je Opel dingen nodig hebt voor oude Opels, hieronder staat het adres. Legend. Maar ING zit hier op dat ding. Ik heb vergeten waar die zat. Daarom. En weer terug. Shit, eigenlijk had ik echt moeten filmen. Ik vond het wel geinig. Ik kwam er binnen met mijn helm. Ik had gewoon een helm vast. Hij zag gelijk die camera. Ik ging gelijk weer vragen stellen. Van oh, heb het nou nut en zo. En camera zei ik, ja hoor, het is gewoon leuk. Filmen. Beetje lullen. YouTube zetten. Maar hij zei ook van ja, ik sta er niet mee op internet. Je moet echt via bij die man terechtkomen. Ja, het is echt letterlijk. Mijn moeder zei nog, je moet beter zoeken. Misschien is er wel eentje om de hoek. Dus ik dacht, dat gaat toch om de hoek, gaat toch weg. Als ik vrijdag op Tinning en helemaal naar Rotterdam. Zit hier letterlijk om de hoek. Mijn moeder gaat die bullshit geven als ze dat hoort. Gaat de week zaaien toch? Nou, godverdomme groen. Motherfuck. Robo bitch. Come on, motherfuck shit. Kim my motherfucker shit, what did? Zeg het niet. Geef je een thumbs up. Wanneer je middelvinger opsteekt, ziet iedereen het gelijk. Hey! Die motherfucker zet je middelvinger op! Pacification! Dan denk je duim op niemand ziet. Mensen zijn echt te gefocust op negatief shit. Van, hey! Negatief shit! Pacification! Negatief motherfucker! Okay, let's get shit done. Zeilenmaker. Wat een aardige vent. Nou, hoe laat is het? Even een klein rondje doen. 4 uur. Ah, ik heb wel even een klein rondje doen. Ik vroeg het aan die meneer Zeilenmaker. Of hij nog een handleidingsboekje had voor die Opel Credit. Had hij gewoon, hè. Zo'n laging open. Beetje met zijn vinger tussen die boekjes langs, pakte hij precies jaartal. Zei hier ga lekker zitten, wil je weer drinken, lees lekker je boekje. Want hij verkoopt die boekjes, die zijn van zichzelf, verzamelt hij. Hij bood ook gelijk zijn hulp aan en zei van ja, als je hulp nodig hebt moet je bellen. Dan gaan we kijken wat ik voor je kan doen en zo. Hij heeft het ook wel erg druk, dus ik weet niet waar hij die tijd vandaan wil halen. Maar hij werkt 6 dagen in de week. Hij zei van ja, zit ik eindelijk even lekker rustig boekje te lezen. Ik zeg ja, staat zo'n kleerleider met een Harley Davidson achter je. Maar dat geeft wel ook weer wat rust, weet je. Ik heb echt zoiets van waar de fuck ga ik al die onderdelen vandaan halen. Zoals zo'n koppak. Ik heb mijn surf zitten zoeken. En niks vinden. Hè. Iedere keer op die 1200 blok uit. En ik heb die 11. Maar hij zei dus als je dat stuk wil overzetten waar je raam dus in zit. Hij zei van daar zit 1 schroef. En dan word je gewoon naar van hoe vast die zit. En daar heb ik gelijk. Want dat was de eerste schroef die ik ging proberen toen ik het overzet. Maar ik dacht van misschien kan die rails eruit. Nee, ik ken die schroefjes. Ik gaf de hoop op en van wauw, als ik die schroef er al niet uit krijg. Hoe de fuck moet het dan? Ik dacht van ik haal wel 2 nieuwe deuren. Maar zeg van het is gewoon te doen. Je moet glas overzetten en dus dat ding. Gap! Ja, maar bij jou. Lekker vakantie gehad? Huh? Lekker vakantie gehad? Ja, lekker jongen. Ja, man. Ik ga naar huis, man. Joe. Zie je straks. Dat is een grappig vader, godver. Wat vind je dat maar een ding dan? Ja, wat grappig. Vind je niet grappig? Ja, maar zo. Ik vond het keihard. Ik vind het echt niet voor jou. Ja, hè? Ja, ik heb op mijn helm nou zo'n hanenkam zitten. Maar Joey is weer terug op vakantie, die motherfucker is ook na 4 weken platen geweest.
Hé, hey, wat ik ga doen? Ik ga gewoon even naar de Jumbo, ook al daar een paar biertjes. Dat was kansloos. Bier. Het is een beetje heet ook hier. Ik wist trouwens dat Joey Opel helemaal niks vond. Ik heb het dan een paar keer met hem over gehad en zo. Over die oldtimer Opels en zo. Volvo's. Die Volvo Amazon vind ik ook erg grijnig. Maar snap me goed hoor. Ik hou van oldtimers. Wat een lul zeg. Maar ik ook wel van moderne auto's. En jullie denken van wat de fuck is dit voor een vintage motherfucker. Nou, ze. Sorry. Dus nu ga ik gewoon lekker naar huis. Bier scout zetten voor Finn. Nou, voor mezelf natuurlijk. Lekker Despa voor die balzak. En Corona voor mijn moffert. Corona, motherfucker. Robo asshole. Oké, nou in ieder geval bedankt voor het kijken. Dat is weer een motorvlog waar je u tegen zegt. Maar vond je het leuk? Laat een like achter of vind je het kut? Dislike. Subscribe als je het nieuw bent en je wilt erbij blijven en shit. Dus doe wat je blij mag. Oké? Pas op.